zijn een paar jaar geleden zeg maar, met een soort, toch wel een beetje een droom gestart, Gerrit Claus en ik, om te denken van, goh, hoe kunnen wij mensen nu met een VR-bril zo realistisch mogelijk laten oefenen. Dan hebben we eigenlijk de vier facetten vanuit de brandweer, dus brand, TFV, IBGS en waterongevallen op een rijtje gezet. En daar kwam eigenlijk naar buiten van, ja, wij willen graag met brand aan de slag, maar dat kunnen we ook en we kunnen met elkaar daar de verdieping in maken. We willen manschappen meenemen in basisprincipe brandbestrijding. En dus echt die rookontwikkeling, het vuur, alles bij elkaar, wat beter in detail te brengen. En nou ja, we merken gewoon dat dat werkt. Dat is eigenlijk de stap die ik met mijn collega's heb gemaakt om heel veel meer gebruik van XVR te gaan maken. Bezig met het trainen van manschappen, virtual reality. We hebben het met name gehad over de basisprincipes brandbestrijding, waarin we drie kenmerken of drie elementen uit het kenmerkenschema naar voren hebben gebracht. Dat zijn de menskenmerken, de brandkenmerken en de gebouwkenmerken. En deze wijze van trainen is een hele mooie wijze van trainen, want we kunnen ieder moment teruggrijpen om onze kandidaten mee te nemen in het proces. We krijgen een inzetopdracht, dus een melding om het zo maar te noemen. En op basis van die melding pellen ze het incident af. Dus de meldingclassificatie is bepalend van hoe ga je nou dat incident aanvliegen in combinatie met je kenmerkenschema en in welk kwadrant ga je dan zitten. Nou, dat doen we onder leiding van de instructeur. Dus twee mensen doorlopen dat scenario, zoals je reguliere verkenning uitvoert. Eén kort aan de gevel, één op afstand. Waarbij je gebruik maakt ook van je hulpmiddelen, zaklantaarn en warmtebeeldcamera. En je verkenningsresultaat koppel je terug naar je bevelvoerder. Wij hebben gezegd van wij gaan specifiek trainen op bedrijfsgebouwen, omdat je met name daar het stop- en denk-na-principe moet gaan toepassen. Het risico in een bedrijfsgebouw is vele malen groter. En dat betekent dat je zorgvuldig je rondomverkenning moet gaan uitvoeren en ook zorgvuldig moet kiezen of je wel of dat je juist niet naar binnen gaat. En soms is het ook gewoon belangrijk om de brand even de brand te laten en zorgen dat je voldoende slagkracht ter plekke krijgt. Je moet antwoord kunnen geven op drie vragen. Is de brand zichtbaar? Is die benaderbaar? En heb ik voldoende slagkracht? En als je nee moet zeggen op één van die drie vragen, dan moet je het gewoon de zaak even gesloten laten en zorgen dat je in je opschaling gaat werken. Vanuit hier kunnen wij volgens mij de mensen nu zo mooi meenemen dat je hebt geen lawaai, je hebt geen ruis, je hebt een wezen, je kunt je verhaal vertellen als instructeur. Maar je kunt ook elke keer weer opnieuw je verhaal doen, zeg maar. Want je begint weer vanaf een nieuw startpunt die voor iedereen hetzelfde is. Het bijzondere aan de VR-omgeving is dat we elementen kunnen terughalen. We kunnen als het ware de zaak even op stop zetten. En onze kandidaten wijzen op mogelijke bijzonderheden of mogelijke gevaren die ze in een realistische omgeving niet direct kunnen opmerken. Want als wij aangeven van joh, kijk daar eens, ja, dan is dat geweest, dan is het al voorbij. Ja, dus dat kunnen we niet heel goed nabootsen, wat we dus in de VR-omgeving wel heel goed kunnen doen. Onze commandant gaf ook aan, hè, van data naar informatie. Nou, er is zoveel data te halen. Als wij dat in de juiste vorm gieten, dan kunnen we nog veel meer. Kunnen we mensen meenemen op in het kader van risicobeheersing. We kunnen mensen meenemen op brandonderzoek. Mensen van techniek en logistiek. Maar ook onze chauffeurs bijvoorbeeld. Dat je ze laat rijden in een omgeving die, ondanks dat die wat animatie is,
dat je ze wel mee laat draaien daarin. Wat ik heb bemerkt als instructeur is dat mensen ontzettend enthousiast zijn. Wat dat betreft heeft de VR in hele korte tijd een hele snelle vlucht genomen. En ik zie dat als een heel mooi middel, een efficiënt middel, ook een heel schoon middel, om in ieder geval je basisvaardigheden te kunnen oefenen. Daar denken wij dat we met dit middel, dus met de VR-bril, met XVR, dat samen kunnen doen.